De Pijnakker Noordorpse uitdaging gaf woensdag op jeugdcentrum De Notelaar een feestje speciaal voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Nou, zeg maar gerust een feest. Leuk dat jullie er zijn. Stoer. Want je moet toch een drempel over om hier te komen bij allemaal kinderen die je helemaal niet kent. Maar na vanmiddag wel. Free running was een van de activiteiten op het kinderfeest. En daar deden veel kinderen enthousiast aan mee. Een andere activiteit was het maken van cupcakes. Leuk om te doen en ze zijn nog lekker ook. Maakt niet uit. Ik ben wel bezig hoor. Nou, geef het alleen. Ja, ga maar. Zo geloof ik, hè. Zo, goed dat je het weer uitzet. Zorg dat je jezelf omhoog duwt, hè? Ja, wat proberen. Ja, groen. Zo, wie wil nog een suikerspin? Alsjeblieft. Intussen werden bij hobbyclub De Doewat op het jeugdcentrum droomvangers gemaakt. Samen met hele mooie andere partijen hier lokaal hebben we er een top feestmiddag van gemaakt. En zon besteld. Free running was erg in de belangstelling, zagen we net. Free running, jongens, meisjes, oudere jongens, maar ook zeker de jonge jongens en de jonge meisjes. Ze hebben tegen de muur opgeklommen en van allerlei trucs uitgehaald. Superleuk. Ik heb jou niet tegen de muur zien springen. Ik heb gekeken en geapplaudisseerd. Een feest georganiseerd, ook met hulp van veel sponsoren. Ja. En ook met een bijdrage nog van het afscheid van José van Egmond. Klopt. De gulle gevers die bij het afscheid van de wethouder van Egmond eerder dit jaar een schenking hebben gedaan. Daarvan zijn deze gelden nu ook in dit fantastische feest gestoken. Samen met andere partijen, maar ook lokale partijen als jeugd- en jongerenwerk. En uiteraard de ondernemers van de Pijnakker Noordorpse uitdaging.